Het is een project wat al een tijd geleden begonnen is met de eerste ideeën van, er was verspreid door de universiteit, waren al een aantal initiatieven van kleinere online modules. En dat was eigenlijk de eerste aanzet om te kijken van kun je nou, ja, in hoeverre is het mogelijk, kan dat überhaupt een heel opleidingsprogramma vooral via online learning opzetten. Als vervolg daarop zijn de twee pilots gestart. En ook dat traject was eigenlijk voor ons ook een leerproces. En daar is voortdurend ook een projectgroep naast gezet om te kunnen discussiëren over keuzes die gemaakt moesten worden op allerlei gebieden. Om toch binnen de bestaande structuur van de masters toch een heel nieuw concept neer te gaan zetten. Het moet allemaal namelijk wel passen binnen het onderwijsmodel van de masters van Wageningen Universiteit. Bijvoorbeeld vanwege accreditatiezaken en zo. Maar ook omdat je uiteindelijk wel hetzelfde masterdiploma geeft aan studenten die het programma met succes afgerond hebben. Nou, om even aan te geven, ik ga niet al die mensen doorlopen, maar om even aan te geven dat er bij zo'n ontwikkeling gewoon ontzettend veel mensen betrokken zijn. Even, nog niet eens iedereen staat hierop. Er zijn nog veel meer mensen bij betrokken. Maar het is dus een project waar je expertise vanuit allerlei hoeken en gaten uit de universiteit bij nodig hebt. We hebben dus één faculteit in Wageningen. Dat is met name voor het onderwijs erg belangrijk. Daarbinnen zijn vijf science groups, departementen waarbinnen het onderzoek en het onderwijs georganiseerd zijn. En de docenten en de onderzoekers vanuit de sciences groups dragen dus bij aan het verzorgen van de bachelor- en masterprogramma's. Nou, dit is dus een uitgebreid pilotproject gericht op de ontwikkeling van twee online masterprogramma's. Voor ons ook bedoeld om ervaring op te doen. Hoe vertaal je nou wat we hier on campus doen op een goede manier, zowel didactisch als technisch, naar online, een online format. Een belangrijke vereiste daarbij was dat het gewoon binnen de reguliere masters ingebed moest worden. En om het geheel toch nog enigszins overzichtelijk te houden, hebben we ervoor gekozen om met één leidende leerstoelgroep te gaan ontwikkelen. Omdat je anders met nog veel meer mensen te maken zou hebben. Dus er zijn twee leerstoelgroepen bij betrokken. Plant Breeding en Human Nutrition en Epidemiology. Plant Breeding is een plantveredeling, is een vakgebied waar Nederland heel sterk in is. Er zijn in Nederland ook heel veel vooraanstaande veredelingsbedrijven. Het is een grote sector. En er was vanuit die sector altijd al vraag naar opleidingen op masterniveau. Dus in die sector werken redelijk veel mensen bijvoorbeeld met een hbo-opleiding. Die dan vervolgens in zo'n veredelingsbedrijf een aantal jaren ervaring opdoen. En dan alsnog verder willen studeren. Maar dan wel graag in combinatie bij veredelingstrajecten. Veredelingsprogramma's zijn ook altijd langdurige trajecten. Dus veredelingsbedrijven willen ook niet, als ze geïnvesteerd hebben in ervaring opbouw bij medewerkers, dan die ervaringsdeskundigen zeg maar meteen weer kwijtraken. Dus dat is specifiek voor de veredelingssector. Developing courses is time consuming. Dus dat is het eerste waar je heel sterk mee geconfronteerd wordt zodra je begint. Ik zal even aangeven wat de belangrijkste verschillen zijn met het on-campus programma. We hebben voor gekozen om de vakken kleiner te maken. On-campus hebben we een standaard omvang van 6 credits voor een vak. Hier is gekozen voor een standaard omvang van 3 credits. Om het sneller, om meer afgebakende eenheden te hebben. En zo'n blokje van 3 credits, daar hebben de studenten dan 5 weken voor. Het hele programma, het vakkengedeelte, is ingericht op 20 uur per week studeren. Dus om echt te kunnen combineren met een baan. We hebben voor Plant Breeding gewoon alle kennis uit het on-campus programma gefilterd. Die essentieel is om mensen op te leiden tot academische plantenveredelaars. En een ander belangrijk verschil van het online programma ten opzichte van het on-campus programma is dat dit een vaste lijn van verplichte vakken is. Dus waar we on-campus meer flexibiliteit hebben en studenten keuzevakken kunnen opnemen, is dat hier
op dit moment nog niet zo. En dat heeft weer met tijdsinvestering te maken. Je moet op een gegeven moment al heel blij zijn als je gewoon één vaste lijn programma voor iedereen goed op de rails hebt staan. Die structuur die ik net liet zien voor on-campus, 1 jaar vakken, in het 2e jaar thesis en internship. Deze 2 lijnen is eigenlijk vergelijkbaar met het 1e jaar vakken in Wageningen. Ik zei net 20 uur per week, dus halftime. Dat betekent dat de studenten 2 jaar bezig zijn met de theoretische aspecten. Dan wat bij plant breeding het programma nog wel belangrijk is. On campus zit daar natuurlijk ook praktisch werk in. Studenten moeten in het laboratorium aan de gang, moeten af en toe eens iets in de kast doen. Dat kan niet online. En dat hebben we dus uit alle vakken gefilterd. En daar hebben we 2 blokken van gemaakt, van elk 2 weken. Daar zal ik straks nog wat meer over vertellen. Die zitten in het 1e en het 2e jaar. De studenten komen straks begin maart 2 weken naar Wageningen om experimentele vaardigheden te leren. En in het 2e jaar zit die ietsjes verder. In april komen ze nog een keer 2 weken voor labvaardigheden die bij de vervolgvakken horen. En om hun eindproject voor te bereiden. Dat heeft ook verschillende andere voordelen. De studenten ervaren toch het studeren hier op de campus. En ze kunnen een keer real life met elkaar en met de staf in gesprek. De thesis zijn we nog over aan het nadenken. Dat zal waarschijnlijk op verschillende manieren kunnen. Studenten kunnen vanzelfsprekend gewoon 6 maanden naar Wageningen komen. Maar omdat veel van de studenten werkzaam zijn bij een veredelingsbedrijf, waar Wageningen ook al mee samenwerkt, zullen er waarschijnlijk ook individuele mogelijkheden zijn om een thesis te doen, deels bij de universiteit en deels bij het bedrijf waar ze werken. Bij die 20 uur per week besteden ze 17 uur aan vakinhoudelijke cursussen, die standaard 5 weken duren en waarin de leerstof wordt aangeboden op een aantal verschillende manieren. Kennisclips, gewoon studieboeken, maar ook e-books, allerlei individuele groepsopdrachten, discussies via een online platform en natuurlijk ook tests. Zowel tussentests om te kijken of ze goed de stof in zich aan het opnemen zijn en ook afsluitende examens. De andere 3 uur besteden ze dus aan het leren van academische vaardigheden, literatuur opzoeken. Iedereen heeft ook toegang tot de online bibliotheek van Wageningen. Presenteren, feedback geven, academisch schrijven. Dat zijn allemaal zaken die ze ook leren. We hebben veel bekendheid proberen te geven vorig jaar, waarbij we ook bijvoorbeeld webinars hebben georganiseerd voor studenten van over de hele wereld die geïnteresseerd waren. En dat heeft voor plantbreeding geresulteerd dat er nu 21 studenten begonnen zijn die uit 12 verschillende landen komen. Die staan daar genoemd. De meeste studenten daarvan zijn inderdaad aan het werk op dit moment bij een veredelingsbedrijf. En dat heeft als voordeel dat ze dus ook ervaring in kunnen brengen in de vakken waar andere studenten ook weer hun voordeel mee kunnen doen. We hadden van tevoren natuurlijk goed nagedacht over hoe we vooral het samenwerken tussen studenten en de interactie konden faciliteren via de online tools. En het bleek inderdaad in de praktijk dat daar ook echt gebruik werd gemaakt. Er ontstond inderdaad interactie. Studenten gingen vragen aan elkaar stellen en elkaar helpen met het begrijpen van de leerstof. Dus wat we bedacht hadden, dat bleek ook echt te werken in de praktijk. Dus de studenten waren tevreden daarover. Behalve dat die 20 uur voor sommige studenten naast een baan toch wel echt een dingetje was. Dus de vraag is wel hoeveel gaan dit ook echt afronden. Het onderwijs is helemaal ontwikkeld samen met de docenten die ook het on-campus onderwijs geven. Dus samen met de docenten is daar naar gekeken. Het practicum is, het is ook niet zo dat we een on-campus vak hebben en minutieus ieder onderdeeltje uit elkaar geplukt hebben en dat bij elkaar hebben gezet. We hebben het wel herontwikkeld ook. Ja, precies, dus het practicum wat ze straks gaan doen lijkt wel op on-campus practica, maar is wel specifiek voor deze groep in elkaar gezet. In Wageningen zijn we een aantal jaren geleden begonnen om lekker enthousiast een online master neer te zetten. Een enthousiast docententeam dat het zag zitten en enthousiaste opleidingen. En die
gaf een drive om samen aan iets te werken, waardoor we ook alle tegenslagen zagen als uitdagingen in plaats van nou houdt het op, nou werkt het niet meer. Dus alle tegenslagen die er zijn geweest, hebben we toch weten om te zetten in leuk, we gaan weer iets nieuws doen. We gaan dit ook weer overbruggen, desnoods een paar dagen voordat de studenten ermee te maken hebben, maar het staat er. Het moment waarop studenten echt met elkaar aan de slag gaan, echt elkaar helpen en goede vragen stellen, interacties geven, dat is echt heel, heel mooi momenten voor mij als opleidingsdirecteur, maar ook voor docenten die erbij betrokken zijn, om te zien, ze zijn echt aan het leren. Ze zijn niet, zoals we dat soms kennen uit een collegezaal, achteroverhangend in een bankje, op hun telefoon waarschijnlijk te zitten, Facebook of WhatsAppen. Nee, ze zijn actief aan het leren en we kunnen het nog zien ook. En dat geeft heel veel energie. Bij de master specialisatie in Nutritional Epidemiology and Public Health hadden we de mazzel dat we een paar docenten hadden die al heel veel bezig waren met vakdidactiek. Cora Bustra die erop gepromoveerd is, maar wel vanuit de inhoud als epidemioloog aan de slag is. Maar ook een hoogleraar die zei, dit wil ik, dit vind ik belangrijk, dit vind ik de toekomst. Dat geeft een ruimte voor docenten om er ook echt aan te werken, tijd in te steken. En dan komt dat enthousiasme vanzelf, zeker op het moment dat we studenten hebben. En de stap nu is natuurlijk naar de toekomst. 25 dit jaar, hopelijk 35 volgend jaar en zo langzaam doorgroeien. We hoeven geen duizenden studenten, dat is voor MOOCs, maar echt een masteropleiding met echte inhoud aanbieden voor een groep verspreid over de hele wereld. Dat is wat wij als toekomst zien.